En we beginnen deze kan met een publieke vermaning voor de dame in de blauwe hoek, omdat haar kledij niet in orde was bij het betreden van de octagon. Eerste ronde.
einde van de eerste ronde.
einde van de tweede ronde. Derde ronde.
enkel van de derde en laatste ronde. En zo ik burgemeester Chris van Dijk naar de octagon voor vrouw Schmitz. Dank u. De nieuwe Strength and Honor Champion bij de dames tot 57 kilogram. Eerste dame in de rode hoek, graag applaus voor Creed Ego. Het gemeentebestuur is Kim Corrijzen en de Sportraad van Tessel. Chris, je beseft het misschien nog niet, maar je hebt vandaag MMA geschiedenis geschreven. Je bent de eerste dame die een Strength and Honor title gewonnen heeft. Maar je hebt het niet makkelijk gehad. Je hebt 15 minuten moeten knokken tegen iemand die absoluut niet wou afgeven. Nee, Melanie was echt super sterk. Ik voel me echt moe ook. Het duurde de tweede en derde ronde. Maar ik ben blij dat het toch gelukt is uiteindelijk. Was het een doelbewuste strategie om meer naar de grond te gaan om je grondwerk specialiteiten boven te halen of is het toevallig? Nee, dat was wel de bedoeling. Ik ben ook gewoon liever op de grond dan recht staan. En het is, dat was onze strategie, dus ik ben blij dat het gelukt is. Dames en heren, geef haar een daverend applaus. De allereerste Strength and Honor Champion bij de dames. Dames tot 57 kilogram, Riet Eekhout. Dames en heren.